Feyenoord staat weer tweede in de Eredivisie en heeft een gaatje met de nummer 3. Jan Dirk, dit mag Feyenoord toch niet meer weggeven? Nee, ze gaan zeker tweede worden, knap. Maar je blijft het gevoel houden, er had meer ingezeten dit seizoen. Dit is FC Rijnmond. Goedenavond en welkom bij FC Rijnmond. Als altijd te zien op de vrijdag en de zondag hier op TV Rijnmond. En je kent het recept. Meepraten met de gasten aan tafel mag. Gebruik dan op Twitter hashtag FC Rijnmond. De mensen aan deze desk, je zag hem al, onze eigen analist Jan-Dirk Stouten. En naast hem aangeschoven AD-journalist Mikkel Schouka. Mikkel, jij schreef deze week na afloop van Feyenoord-Heracles of Heracles-Feyenoord dat de trucjes van Koeman steeds goed uitpakken. En wat is dat? Is dat zeg maar het psychologisch spelletje dat Koeman speelt met de selectie? Ja, zo zou je het kunnen noemen. Zo is hij wel begonnen. Dit keer was het volgens mij ook wel meer geluk dan wijsheid. Want tevreden vertelde in afloop dat hij helemaal niemand warm had zien lopen. Maar op het moment dat Armenteros de dugout uitkwam, is tevreden gaan spelen zoals het hoorde. Dus het klopt. Ja, de trucjes blijven overeind. Jan-Dirk, welk trucje moet Harry van der Ham toepassen vanavond als FC Dordrecht speelt tegen Willem II om misschien wel kampioen te worden in de Jupiler League? Volgens mij is de kracht van Van der Ham dat hij altijd zichzelf blijft en zich ook vanavond niet gaat aanpassen aan Willem II. Gewoon lekker aanvallend gaan starten. Dat is de kracht van Dordt gebleven. Gewoon lekker in het voetbal blijven zitten. Gaan ze ook vanavond in Tilburg doen, gesteund door het fanatieke publiek. Dus Van der Ham gaat lekker zichzelf zijn en Dordt lekker laten aanvallen, ook in Tilburg. Er is genoeg gebeurd deze week. Eerst daar maar eens terugblikken op deze week in de week. Jazeker. Het uur van de waarheid is daar. Vanavond zal het grote FC Dordrecht het nietige Willem II in Tilburg vermorzelen om de titelstrijd prematuur in het Dordtse voordeel te beslissen. En het leeft. Heel Dordrecht en omstreken liep uit voor de laatste training voor de wedstrijd. Vergeleken bij de sfeer die het almachtige Dordtse publiek weet te creëren, verwoordt een laatste training voor Feyenoord-Ajax tot een lullig kinderfeestje, niet? Ja, dat zegt genoeg over hoe het leeft. Kijkt u zelf maar. Dat zegt inderdaad genoeg. Er wordt al enige tijd gespeculeerd over een functie voor Willem van Hanegem bij Feyenoord. Willem wil graag en Maarten van Geel heeft al gezegd dat het goed komt. Alleen hoorden we er verder maar niks van. Maar we hebben beslag weten te leggen op unieke beelden die bewijzen dat Willem al lang begonnen is met zijn nieuwe baan. Hij kalkt de lijnen van het trainingsveld. Wordt zijn bijnaam ook meteen een stuk begrijpelijker. Na een slechte reeks rechte Sparta afgelopen week de rug en hield het de schade in het Jan Lauwerstadion in Eindhoven, en daar kan het spook hoor, beperkt tot een knappe 4-0 verliespartij. Na de wedstrijd wilden we de spelers van Sparta graag feliciteren met het mooie resultaat, maar van Sparta mocht niemand met de media praten. Gert Kruis gaf op de verplichte persconferentie een uitstekende uitleg. Omdat het denk ik een wedstrijd geweest is, Sinclair. Waarbij de emoties na afloop en ook in de rust wat hoog opliepen. En ik denk dat we even met z'n allen ons rustig moeten houden bij Sparta. En daarom. Mooi Gertje. Maar dat hoort gewoon bij je werk. Wij moeten vandaag een uitzending maken. Maar ja, we hadden wat ruzie op de redactie. Dus weet je, stoppen wij er toch ook gewoon mee? Even niks doen. Lekker hoor. Ik snap Sparta wel. Lullig voor jullie kijkers, maar dat interesseert ons geen scrotum natuurlijk. Ik krijg er trouwens wel dorst van dat niets doen. Zou Gertje dat ook hebben? Gelukkig raken sommige mensen hun gevoel voor humor nooit kwijt. Bescheidenheid siert de vos, niet? Dit is een two-shot van twee hele leuke blonde dames. En die zitten allebei een zak friet te eten. Dus één vrouw haalt er zo'n friet uit, komt de vingers onder de mayonaise. Dus die likt dat zo af, zeg ik, om je vingers weer af te likken. Maar, ik zeg, alle twee. Oh man, zij siert nog maar wat leuks. Oh, ik zei nog wat leuks. Oh ja? Volgens mij, hè, als je geen supporter van Milan bent. Ik zeg, Kruis, die gaat zo weer naar huis. Naar Karen en naar Milan. En ik zeg, dat is de overeenkomst met Piqué. Want die heeft ook een Milan. Ik zeg, dat zijn de enige twee Milans met toekomst. Goed, dat waren onze volgende toppers van deze week. Hey, eventjes naar de wedstrijd van vanavond. FC Dordrecht op bezoek bij Willem II. Wat verwacht jij ervan, Mikos? Nou ja, het is erop of de ronde voor Willem II natuurlijk. Ja. En voor Dordrecht in feite niet.
Maar ze willen nu ook kampioen worden. Je hebt gezien, die massa zat ook bij die training. Ze zaten met z'n allen, die tribunes zaten vol bij die laatste training. Nou ja, dat is FC Dordrecht natuurlijk. Ja. Het is allemaal nog kleinschalig, maar ze doen het fantastisch. En vanavond gaat het er echt om. Als ze deze wedstrijd winnen, dan is het eigenlijk de competitie een voorbeslissing, kan je het dan wel noemen, denk ik. Ja, denk je ook, Jan-Dirk, is het hier beslist als ze hem winnen? Het gat is nu ze hebben één verliespunt minder. Het zouden 4 verliespunten minder worden. Dan gaat Dordrecht niet meer weggeven. De ploeg blaakt toch van het zelfvertrouwen. We hebben even wat mindere fase. Ook na die winterstop gekend en met Van Nief al als sterkhouder op het middenveld die verdween. Die terugging naar Groningen, maar daarna heeft Van der Ham dat allemaal weer neergezet. Je wordt al een tijdje met een vaste formatie, niet te vaak met de lange bal. Waaraan Bogus zich terecht zo ergerde. En het staat weer, dit is weer goed. Ik denk dat Dordt met heel veel vertrouwen vanavond gaat spelen. Ja, maar kan Willem II omgaan met die druk een beetje? Want de druk ligt bij Willem II. Kan natuurlijk ook zomaar dat nu dat hele stadion erachter staat. Dat je De grote ploegen, tussen aanhalingstekens, Sparta, VVV, De Graafschap, Willem II, maken het allemaal niet waar. Dat heeft toch met druk te maken. Druk is ook een beetje een vaag begrip vaak in de sport. Maar je ziet wel dat ploegen het daar moeilijk mee hebben. Ik verwacht ook Willem II wel vanavond. Daar moeten ze echt. Ja, en Van der Ham en Dordrecht denken erover om langer met elkaar verder te gaan. Dat lijkt me logisch, toch, Mikos? Nou, hij heeft er een baan naast, hè, een bedrijf. Dus er zal ook financieel wat tegenover moeten staan, denk ik. Maar ja, het lijkt mij logisch als je zo'n seizoen draait dat je verder wil in ieder geval. En dat je gaat kijken of dat kan lukken. Ja, ik bedacht mij, stel dat ze nou promoveren naar de Eredivisie. Wordt hij dan afgekocht met zijn bedrijf? Of hoe gaat het in? Bogus heeft wel gezegd, maar dat verwacht hij feitelijk van alle mensen in de medische en technische staf. Dat ze dan wel meer uren erin gaan stoppen. Dus Van der Ham zal wel gecompenseerd moeten worden voor het feit dat hij dan minder tijd in zijn eigen bedrijf kan stoppen. Maar goed, Dordt krijgt dan meer inkomsten uit televisiegelden. Ja, je zult Van der Ham wel moeten compenseren. Ja, maar goed, voor 7 ton linkerrijtje moet je wat over hebben, toch? In de Eredivisie. Nou, we kunnen allemaal om lachen. We kunnen ook weer over die supporters grappen maken. Vanavond wel een vol uitvak. Het is Dordt echt van harte gegund om deze historische stap te maken. Dat zeker. Dan even naar die andere club met wie het goed gaat, Feyenoord. Nummer 2 in de Eredivisie. Hoeveel trucjes heeft Koeman nog? Hoeveel kan hij nog doen? Want dat is de laatste weken steeds, hè? Andere opstelling, andere manier van spelen, nieuwe tactiek. Nou ja, niet zoveel meer, denk ik. Matthijs was natuurlijk geblesseerd. Goossens is weggevallen. Verhoek is nu ingevallen. De spoeling is niet zo heel breed, maar het eind is in zicht natuurlijk. Er is niet zo heel veel meer nodig om die tweede plaats binnen te halen. Er is niet zo heel veel meer nodig. Je moet nog spelen tegen PSV. Dat sowieso. Je hebt nog wel een lastige wedstrijd met AZ. Dit kan wel eens heel bepalend worden, hè? De concurrenten hebben zware wedstrijden. We moeten in Rotterdam, hoe pijnlijk het ook is, hopen op een overwinning van Ajax in de Gelderdoom tegen Vitesse. Het is Heerenveen, PSV en NAC Twente. Zijn het. Het zou zomaar weer een heel goed weekend kunnen worden, zoals het woensdagavond ook allemaal goed viel. Maar dat is nu het optimisme van de Rotterdammers. Hè? Het is toch bewezen dat PSV het niet makkelijk heeft in uitwedstrijden. Nee. Heerenveen speelt nog voor die play-offs. Ja. Die gaan ze wel halen waarschijnlijk. Het zou zomaar kunnen zijn dat je met een veilige voorsprong naar Eindhoven gaat. En dan is het wel gedaan, wou je zeggen. Nou ja, je mag ervan uitgaan dat ze ook thuis van Cambuur winnen. Dus als ze bij PSV een voorsprong hebben van 4 punten of meer, en je wint daarna van Cambuur, dan kan het bijna niet mis, lijkt mij. En met Pelle terug in de basis, toch? Dat lijkt me ook, ja. Ja. Hoe heeft tevreden het gedaan in jullie oordeel? Want 4 doelpunten in 5 wedstrijden is toch niet slecht, hè, voor een spits? Ja, puur statistisch gezien heeft hij het goed gedaan. Als je 5 keer in de basis staat en daarin 4 doelpunten maakt. Tegen Go Ahead was niet een beslissende goal. Maar van de week in Almelo was hij wel belangrijk. We zagen Armenteros warm lopen. Mikkel zei het al. En hij kopt geweldig die bal binnen. Zijn kopbal erna die op de paal belandde was eigenlijk nog knapper. Was technisch moeilijker volgens mij. Maar voetballend zie je dat de jongen af en toe moeilijkheden heeft. Dat het niveau misschien iets te hoog voor hem is. Maar reken hem puur af op de resultaten. Is het toch gewoon oké? Ja, is dat het eindoordeel? Toch oké? Nou ja, het is een speler die toen hij gehaald werd, toen belden wij John Lammers op om het te verifiëren. Ja. En die schoot in de lach. Ja, die had hem weggestuurd bij Excelsior. Ja, dus die dacht dat er een geintje gemaakt werd. En deze speler ging naar Feyenoord, kostte bijna niks. En toch heeft hij meer laten zien dan iemand ooit verwacht had. Het is geen Pelle, het is ook geen speler die het hele seizoen in Feyenoord 1 gaat spelen. Maar in de rol die hij nu vervult en toch ook een paar weken achter elkaar, heeft hij toch wel zijn waarde bewezen. Ik denk dat het wel het maximum is, zo'n 4-5 wedstrijden achter elkaar. Nu is het weer tijd voor een grote Italiaanse spits, maar hij heeft het goed gedaan. En volgend jaar een ideale backup als Guidetti terugkeert in de Kuip? Gaat niet gebeuren, denk ik. Ja, Van Geel heeft met zijn vader gesproken, doe je ook weer niet voor niets. Ik kan het me amper voorstellen. Wat denk jij? Nou ja, ik heb Martin van Geel erover gebeld. Die zei, ja, Mike Guidetti heb ik een goed contact mee, dat is zijn vader. Dus we hebben een bak koffie gedronken, maar ja, Mike Guidetti woont in Manchester.
Ja, dan kom je even, dan kom je ook dus dan even komt, langs in de Kuip. Ja. Ja, of er moet een andere reden zijn, dat weet ik niet. Maar dat ze aan het kijken zijn of Guidetti ooit terug kan komen, dat is natuurlijk een feit. Dat hebben ze ook wel eens bevestigd. Maar hij speelt niet of nauwelijks, dat moet je met zo'n jongen dan volgend jaar, hè? Vraag je af. Het is een gok, hè? Maar ja, sommige gokjes pakken goed uit in de Kuip. Hè? Ik heb wel het idee dat de Kuip twee keer zo vol zit nog als die hier komt. Mensen worden natuurlijk helemaal gek als er al in zijn naam al valt. Ja. Maar of die ooit nog waar kan maken wat hij toen heeft laten zien, ja, dat moet de toekomst van uitwijzen. Maar jij denkt het niet, hè? Nou ja, kijk, als er iemand tegen een hoog verwachtingspatroon zou moeten knokken, is het Guidetti wel. Kijk, die jongen is onmiskenbaar erg belangrijk geweest twee seizoenen geleden. Hij heeft ook voor een compleet andere sfeer in de kleedkamer gezorgd. Hij pakte als jongen van 18, 19 echt de leiding. Maar ja, hij heeft 2 jaar niet gefunctioneerd op hoog niveau. En dat blijft volgens mij de reden dat het moeilijk gaat zijn om hem terug te halen. We gaan naar een speler die het dit seizoen moeilijk heeft gehad. Vooral rondom de winterstop, maar de laatste weken staat hij er wel weer op het middenveld. Tony Villena. Wij spraken hem deze week over het seizoen tot nu toe voor deze middenvelder. En misschien wel met een kleine hoop op het WK. Het is de dag na Heracles Feyenoord. Een rustige uitlooptraining. En natuurlijk lacht Tony Villena na zijn winnende doelpunt in Almelo. Na een mindere start van de competitie gaat hij weer steeds beter spelen. Als linkshalf, dat wel. Zelf denkt Villena dat hij nog beter kan. Maar dan bij voorkeur achter de spits. Ik heb goede inzicht, ik ben fysiek sterk, ik kan doelpunten maken. Maar als je op linkshalf staat, is het wat moeilijker dan dat je op 10 staat. Is dat voor jou frustrerend geweest aan het begin van dit seizoen of misschien wel vorig seizoen? Nee, helemaal niet. Ik denk dat ik niet mag klagen. Want als je speelt, doe je het al heel goed. En dan maakt niks uit waar je staat. Villena zit lekker in zijn vel. Hij scoort en is belangrijk voor Feyenoord. Maar voor de winterstop kreeg hij veel kritiek. Villena was niet de speler die vorig seizoen nog opgeroepen werd voor het Nederlands elftal. Ik denk dat ik een tijdje in de dip zat. En ja, daar krijg je elke speler mee te maken. Maar ja, veel mensen vergeten ook dat ik nog pas 19 ben. En dat ik geen 21 of 22 ben. Dus als jonge jongen maak je altijd nog wel fouten. Villena geldt al sinds zijn jeugd als een van de grootste talenten van Europa. Hij is zelfs nog een jaar jonger dan zijn vrienden Boetius en Congolo. Maar brak wel eerder door dan zij. Elke transferperiode werd hij in verband gebracht met grote internationale clubs. Maar nog altijd speelt Villena in de Kuip. In de jeugd kon ik ook al naar het buitenland. En ben ik gewoon bij Feyenoord gebleven. En ja, dat is nog steeds zo. En als je een jongen van kleins af aan al bij Feyenoord speelt. En je droomde altijd al om in de Kuip te spelen. Wil je hier nog wel een aantal jaar spelen. Maar jouw voormalige zaakwaarnemer Mino Raiola, die zei in maart van 2013, joh, zomer 2014, dat wordt het moment voor Tony om weg te gaan. Hoe sta je daar nu in? Ja, dat waren zijn woorden, maar hij kan niet over mij beslissen. Ik neem mijn eigen beslissing. Is dat ook een van de redenen waarom je met hem hebt gebroken? Nee, daar wil ik het ook niet over hebben. We zijn als twee goede vrienden gewoon uit elkaar gegaan. Dat kan ik je wel gewoon zeggen. Villena's zaken worden nu behartigd door Stellar Group uit Engeland. Ook Boetius en Congolo zijn daarbij aangesloten. Of het veranderen van zaakwaarnemer daarmee te maken heeft, is lastig te zeggen. Maar feit is wel dat Villena na de winterstop de weg omhoog weer heeft gevonden. Zelfs het WK sluit Villena nog niet helemaal uit. Ik praat ook veel met mijn vader en hij is degene die mij wel bij de benen aan de grond houdt. Is hij kritisch op jou? Hij is zeer kritisch. De meeste vaders vinden hun eigen kind altijd de beste. Is dat bij jou ook zo? Ja, de beste. Hij vindt me gewoon goed. Maar niet de beste. De beste ben je als je pas bij Barcelona of bij Real Madrid speelt. Dan kan je pas zeggen dat je de beste bent. Nou, ik denk dat papa zijn zoon toch weer bij de weetjes goed op de grond houdt. Hè? Dat is ja, maar hij zegt verstandige dingen. Ja. Ik vind hem wel gegroeid, moet ik zeggen. Goed interview van collega Frank Stout. Dat vind ik echt, want dit is een jongen die van nature die heel makkelijk praat. Ik van de week in Almelo na een wedstrijd. Dat is ook al moeilijke gesprekken, zijn allemaal kort. Maar je zegt die bestzinnige dingen ook over het vervolg van zijn carrière. En dat hij met Raiola is gebroken, zegt ook al iets over zijn denkwijze. Ja. Dat is een carrière, denk ik, heel zorgvuldig wil opbouwen. Ja, goede stappen gezet. En Mikos, mee met het Nederlands elftal. Mag hij daar nog van dromen, Brazilië, omdat hij net op tijd in vorm is gekomen? Je weet het niet, Tello. Wie gaat uit van de Eredivisie? Ja, hij heeft hem al een keer bij de selectie gehad. Niet in laten vallen. En er valt natuurlijk een linkspoot weg met Strootman. Dus ja, hij gaat wel beter spelen, maar ja, of het WK dan reëel is, dat moet je afwachten. Maar ik vind wel dat hij een hele stijgende lijn vertoont. Ik plaats jullie even allebei in de schoenen van Van Gaal.
Neem je Immers mee naar het WK of neem je Filena mee naar het Schelde? Ja, dat zijn twee totaal verschillende spelers. Ja, maar ze zijn allebei op 10, hè? Want Filena wil ook graag op 10. Dat hij ze allebei niet mee gaat nemen. Nee? Nee, denk ik. Ik vind Filena echt een goede ontwikkeling doormaken. Wat hem nog beter zou maken, is er wat meer rust in zijn spel zou komen. Ik vind hem vaak een beetje druistig, om die term maar te gebruiken. Iets te veel gehaast in zijn handelingen. Maar dat die jongen het heeft en overzicht heeft, is duidelijk. En jij, Mikos van Gaal? Neem jij je Immers mee? Ik zou Immers zeker niet meenemen. En Filena zou ik over nadenken. Ja. En maar het is een jongen natuurlijk, als je zijn leeftijd ziet. We hebben toevallig uitgerekend, we hebben het morgen in de krant. Op zijn leeftijd zijn er maar 5 spelers in de Eredivisie sinds 1980 die meer wedstrijden hebben gespeeld dan hij. En dan heb je het over de grote namen Seedorf, Gerald Vanenburg. Hij zat die Brugink, die jongens die echt heel vroeg zijn doorgebroken. Dus hij staat echt heel ver voor zijn leeftijd. Alleen ja, het is wel zaak om weer de volgende stap te zetten. Het zat wel even in de week. Willem van Hanegem heeft wel niets gehoord van Martin van Geel. Jan-Dirk, hoe kan dat? Ja, dat weet ik niet. Ik neem aan dat het goed gaat komen. Hè? Dat hij uiteindelijk een functie gaat krijgen. Rutte heeft het tactisch heel goed gedaan door te zeggen dat hij zeer open staat voor de komst van Hanegem. Maar dat zegt iedereen, maar niemand geeft hem ook een functie. Nou, je doet kan toch niet zo heel snel afgehandeld worden. Waarom zou nou zo heel snel moeten zijn? Ze willen eerst de competitie afmaken, plek 2 veiligstellen. En dan kun je toch in alle rust dingen met elkaar regelen. Voor mij is iedereen daar positief over. Ook van Hanegem nog. Dat komt volgens mij best voor elkaar. Denk je het ook? Nou, ik denk het niet, nee. Ja, het duurt volgens mij gewoon te lang. Maar als je toch iemand wil hebben die zich aanbiedt, dan ga je er toch gelijk op in. Zeker als je het belangrijk vindt dat een man als Van Hanegem wat gaat doen, dan zeg je toch gelijk, nou Willem, we bellen maandag even, volgende week hebben we een afspraak en dan regelen we dat. Nou, er zit 3 weken tussen het gesprek van Hanegem met Gudde en Koevermans. En daar is gezegd, Martin van Geel gaat je opbellen. Ja, dat is niet gebeurd. Volgens mij is dat een vingerwijzing in dat ze niet zo goed weten wat ze met Willem aan moeten. Ik zou zeggen, doe het à la Hiddink. Zet Willem 2 keer in de week rond die spelers. Jonge spelers die wat van hem kunnen leren. Laat hem praten en zet hem af en toe eens op het veld. Leg er niet te veel druk op. Hij heeft verstand van voetbal. Hij kan goed met jonge jongens omgaan. Dat lijkt me allemaal niet zo heel moeilijk. En zou Rutte dat ook willen? Rutte zou het willen, heb ik begrepen. En dat lijkt me ook heel verstandig. Ja, ben benieuwd wat eruit gaat komen. Dan even naar de Kuip. Ja, die gaat verbouwd worden. Door wie is een beetje de vraag? Hè? De 2 plannen die zijn goedgekeurd, maar die nieuwe Kuip komt er niet. Het wordt echt een verbouwde Kuip. Ja. Hoe kijk je er tegenaan uit de uitkomst van de trojka? Hoe is dat geweest? Sowieso hebben die mannen het communicatief goed gedaan. Dat is een groot verschil met het vorige proces. En nu is er gewoon heel veel draagvlak onder mensen. En draagvlak is toch de basis om dit soort grote projecten in de stad te realiseren. Wat ik me wel afvraag, hoe Jan van Merwijk door kan. Want die is stadiondirecteur. En stel nu dat het de variant van Red de Kuip gaat worden. Ja, hoe kan hij nou directeur worden van een stadion? Van een plan, van een project dat hij een aantal keren tot de grond toe heeft afgebrand. Dat zou ik echt. Ja, dat kan bijna niet volgens mij. Ik vraag me echt af hoe dat verder moet. Ja, Erik Gudde heeft volgens mij ook al een paar keer gezegd dat het een amateuristisch plan was. Hetzelfde verhaal, ja. Die hebben allebei het doel gehad voor een nieuw stadion. En dat wordt dus nu een ander stadion waar zij nu over moeten gaan praten. Nou, Red de Kuip is neergezet als een stel amateurs en prutsers. En nu komen zij met een plan of BAM wat uitgevoerd moet gaan worden. Dus ja, dat is wel een hele pikante zaak. Natuurlijk. Ja, maar wat ze er tegenin kunnen brengen is dan ja, dat eerste plan van Red de Kuip, dat was niks. En dat is nu natuurlijk een aantal keer doorontwikkeld tot Maar was gisteren een bijeenkomst van de businessclub van Rotterdam Topsport. Daar was Jan van Merwijk ook. Heeft hij ook weer tegen een aantal omstanders geroepen, het plan is nog steeds niet goed. Dus ik vind dat niet slim in zijn positie. Totaal niet zelfs. Nee, dus deze mannen moeten, hoe moet dat verder? Want ze moeten eigenlijk over hun eigen schaduw heen stappen en dan maar het beste voor de club eigenlijk gaan doen. Maar dat wordt wel op zich opmerkelijk verhaal, toch? Ja. Nou, ze moeten met iets in zee waar ze in eerste instantie niets in zagen. En het is natuurlijk zo, het plan is aangepast. Er is nu een dak op, dat wilde Feyenoord per se. Het plan is ook veel duurder dan in eerste instantie. Maar nog steeds, hè, het is nog steeds 200 miljoen. Maar het was eerst 400 miljoen. Ja. Dat is nogal wat. Een bezuinigingetje van 200 miljoen waar iedereen toch wel best wel. En een garantie van de gemeente die een stuk lager zal zijn, denk ik. Hè? Ja. Ze moeten vooral in de infrastructuur gaan investeren. Maar het lijkt me ook logisch. Ja. Dan wil ik nog eventjes naar de andere ploegen die spelen dit weekend. Excelsior. Opmerkelijk een hele goede serie gehad onder Dijkhuizen. En ineens, als het tegen een kleine ploeg is. Ja, ze waren vorige week al niet goed tegen Volendam. Heb ik ze zien spelen op Woudestein. Van de week die nederlaag tegen Almere. Ze hebben echt een unieke kans laten liggen om zich zeker bij die eerste 5 te spelen en een extra ronde play-offs te kunnen missen om wat later in dat toernooi in te stromen. Dat is jammer. Het was niet goed van de week bij Almere. Het was slecht zelfs. Ja, en dan moet je vrezen voor die plek bij de eerste 5, of niet? Nou, het staat nog altijd redelijk goed ervoor. Maar ja, ze hadden wel betere zaken kunnen doen. Maar je hebt dat wel nodig, vaak, toch? Die plek bij de eerste 5. Ja, als je ziet dat je tegen de kleintjes het moeilijk hebt. Dan ben je een ronde verder natuurlijk sowieso. Ja. Maar je ziet het vaker, een trainer die begint, nieuw elan. Dat appt na een paar weken waarschijnlijk weer een beetje weg. Dus het is zaak om de duimschroeven weer aan te draaien. En er is nog genoeg te winnen. Ja, hij weet in ieder geval wat hij kan gaan doen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Hè, tegen die kleintjes druk zetten. Want hij heeft zelf al gezegd, hè, moeite op het spel te maken. En jij was vandaag bij Sparta. Ja. Jan-Dirk,
Dat zegt Gert altijd, hè, graag. Nou, zegt vandaag niet. Naam. Nou, ik moet zeggen, wat wel goed is om te merken, dat het onderling niet vervelend is of zo. Mensen lachen, dollen met elkaar. Ja, maar dat komt door die rust die ze bewaard hebben. Nou, het is sportief belangrijk dat de Neuer terug is, helemaal. Die krijgt nu een basisplaats morgen tegen Fortuna Sittard. Langedijk weer bij de selectie, zei Kruis. Het is echt de hoop voor hem dat ze de draad een beetje op kunnen pikken. Want het is allemaal somberheid troef. Dat ze in die nacompetitie, ja, ik kan me amper voorstellen dat ze daar in de rol van betekenis spelen. Maar toch, ja, dat er weer iets van gevoel ontstaat. Ja, maar dat lijkt me toch het moeilijkste wat er is om te gaan creëren, toch, Mikos? Ja. Om weer gevoel te gaan creëren, waardoor er een soort van onoverwinnelijkheid komt. Nou ja, Jan Dirk noemt ook allemaal jonge spelers, namen van jonge spelers. Ik denk dat die niet kunnen doen. Er is zoveel druk bij Sparta. Het is voor een jonge speler bijna onmogelijk om die druk op de schouders mee te nemen. Ik zou toch weer kiezen voor jongens als Deekman en Bilater. Maar kan dat weer? Want er wordt elke week een andere opstelling onderhand uit Hooghoed getoverd. Steeds speelt weer iemand anders, dan zit weer iemand anders op de tribune. Dat pakt bij Koeman goed uit, hè? Ja. Maar bij Sparta totaal niet. Nou ja, het duurt gewoon te lang voordat er nu een echte formatie staat. Maar dat kan natuurlijk ook, ja, als je met 4-0 van Eindhoven verliest, ga je weer wijzigen. Dat snap ik ook wel. Maar jongens als Finn Stokkers, dat soort spelers zijn goede spelers. Maar die kunnen nu natuurlijk niet het elftal op sleeptouw nemen. Daar staat veel te veel druk op. Ik zou dat toch bij de jongens neerleggen die veel meer ervaring hebben. Ja. Die weten straks ook wat er gevraagd wordt. En dan moet je nog maar afwachten of Sparta het wel weer een beetje op de rit krijgt. Maar ik zou het toch met ervaring doen. Ja, weten ze dat, Jan Dirk? Die ervaren jongens die daar nog bij Sparta zitten, hoe het moet in die play-offs? Nou ja, kijk, ik heb vandaag Michel Breuer gesproken. Ik heb Sinou gesproken. Die jongens lopen al erg lang mee. Ik neem aan dat die ook op een waardige wijze in die play-offs willen strijden. En willen toewerken naar een vrij einde van de carrière. En niet nog een jaar op dit niveau willen spelen in deze omstandigheden. Maar druk, dat is wel het toverwoord. Ik zei het al eerder, alle clubs die een historie hebben, die eigenlijk terug moeten, die bezwijken deze competitie onder de druk. Maar dat soort jongens moeten het wel gaan doen voor